Op maandag heeft zangeres Ria Valk een koninklijke onderscheiding ontvangen voor haar opmerkelijke bijdrage als artiest. Tijdens haar jubileumviering benoemde burgemeester Ab Reinders van Breukelen haar tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ria Valk vierde maandag haar indrukwekkende 65-jarige carrière. De 83-jarige zangeres werd bekend door haar rol in de televisieserie Zeg NSAA. Op het Eurovisie Songfestival van 1961 behaalde ze de vierde plek met haar nummer Tommy uit Tennessee. Naast haar muzikale succes heeft ze diverse gouden platen op haar naam staan. Naast haar artistieke prestaties ontving Ria Falk de onderscheiding ook voor haar vele maatschappelijke nevenactiviteiten die ten goede komen aan de samenleving. Zo heeft ze zich de afgelopen jaren ingezet voor goede doelen, waaronder de stichting Ronnie Tober Foundation, die streeft naar het doorbreken van het isolement van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast zet Falk zich in voor de Lepti Plus-gemeenschap en treedt ze jaarlijks op tijdens Pride.